we hebben een gast vandaag in de studio die 22 jaar geleden werd geboren. En dan moet ik het gelijk even vragen. Alexandro Jahangir? Ja, dat klopt helemaal. En begon op zijn 15e al met zijn carrière. Brak in 2011 landelijk door met Epic. Inmiddels gaat hij lekker. Vorig jaar Payback. Inmiddels een nieuwe single Chasing Dreams. Mag ik een applaus voor de man die laatst nog tweette dat hij het liefst een French microphone op iemand wilde plaatsen. Sandro Silva! En wij zaten dat vandaag even te bekijken. Ja, ik ging helemaal stuk toen ik dat zag. What the fuck? Ja, maar leg het eens even uit. Wat was de bedoeling daarvan? Het was niet serieus. Okay. Ik zat gewoon een beetje door die Urban Dictionary te kijken. En ik zat gewoon te kijken wat voor rare dingen daarin stonden. En dat was echt het meest rare wat ik ooit zag gewoon. Maar wat is dat, sorry? Een French microphone. Nou, als iemand slaapt met zijn mond open, dan moet zeg maar een scheet in zijn mond laten. Ik vond het zo bizar. Nou, ik zie het. Ik vind het maar anders. Ja, ik dacht, fuck it. Als we dan toch even op je Twitter zaten te kijken. Vanmiddag tweette jij ook nog dat je bezig was om een nieuw tune af te finishen. Ja, klopt. Vertel, want je bent er maar druk mee, hè? Ja, ik ben nu eindelijk gewoon op zo'n level dat ik gewoon in de studio ben. En na toeren gewoon echt vol gefocust kan zijn. En dat vind ik super lekker, omdat de toeren natuurlijk ook heel zwaar is. Ja. Ik kan niet tijdens de toeren muziek maken. Dat vind ik heel moeilijk om te doen. Dus ja, ik ben nu heel productief en het gaat heel lekker. En wanneer kunnen we die verwachten? We hebben zoveel tracks nu aankomen. Dus de hele zomer, vanaf juli tot augustus volgens mij. Dus ja, gaat goed waarschijnlijk daarna. Maar je hebt eigenlijk maar heel weinig in Nederland. Heb je dan niet even zin om gewoon even te chillen en zo? Ja, zeker weten. Ik bedoel, dat doe ik ook wanneer ik het kan. Dan doe ik dat, zeker. Mm-hmm. Met vrienden lekker hangen en Ik ben even benieuwd, want ik zat je agenda te bekijken. Vorige week had je 4 shows in Amerika en Canada. Volgende week vertrek je weer die kant op. Ja. Las Vegas, Chicago, San Francisco. Allemaal lekker. Wat doe je dan vandaag op zo'n dag als je in Nederland bent? Vandaag had ik wel iets ingepland eigenlijk. Gewoon met vrienden gaan hangen, bij mij thuis. Ja? Lekker drankje doen, ja. Lekker muziek luisteren. Iedereen zit ook hier voor de duidelijkheid. Ja, je hebt ze allemaal meegenomen. Hè? Nou, gezellig. Iedereen van kantoor, van mijn management en boekingsagenten, Iris hier, tourmanager. Gekke huis. Hey, je gaat op dit moment lekker. En natuurlijk, want dat vraag ik me wel af. Wij kennen je allemaal van Epic. Dat is gewoon nog altijd jouw grootste ding. Gewoon sowieso. Nou, dat ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Als je dan toert, hoe vaak word je nog herinnerd aan die hit en hoe vaak gooi je hem er gewoon nog lekker in? Het was een tijdje heel erg en nu is het gewoon veel minder eigenlijk. Nu herkennen mensen mij vooral aan mijn nieuwe tunes. En dat vind ik wel fijn eigenlijk, want ik bedoel, Epic was een grote hit, maar voor mij is het gewoon klaar. Weet je, want dat lijkt gewoon op een gegeven moment soms dat iedereen je daar nog van, en natuurlijk ook wat je nu allemaal doet, dat is niet dat je daar blijft hangen, maar dat is wel het grote ding. Dan vraag ik me toch altijd af van, hoe ga je daarmee om? Dus op een gegeven moment dat je zegt, nee, nou is dat klaar. Het is lastig omdat zeg maar, die track zeg maar, zoveel nog heeft betekend voor de huidige scene. Zeg maar. Je hoort nog steeds diezelfde sound. En die harde sound is gewoon echt zo ontzettend populair. Dus je wordt toch nog wel soms aan herinnerd. Maar ik bedoel, ik doe ook genoeg andere dingen. Ja, zoals Chasing Dreams. Hoe selecteer je nou zo'n track? Dat je denkt, dit moet er een zijn die ik uit moet brengen. Wanneer weet je dat? Dat gaat in samenwerking met het label, met mijn management. En aan de hand daarvan kijken we wanneer een track echt klaar is. Dus dat bepaal je niet zelf? Ja, ook zelf. Maar soms heb ik zo'n andere kijker op. Omdat ik natuurlijk elke dag in de studio zit en hetzelfde nummer hoor. Ja. En andere mensen hebben daar weer een andere kijk op. Dus het is wel goed. Ja. Okay. En als we met jou eventjes naar het aankomende jaar kijken. Waar kijk je nou een beetje het meest naar uit? Waar staat echt een dikke rode streep in jouw agenda onder? Ik denk toch wel Tomorrowland. Ja. Dat is toch wel een heel leuk festival. Kan ik me voorstellen. Ja, zeker weten. Ik bedoel, we gaan 2 weekenden doen ook nog. Dus het wordt gewoon 2 weekenden knallen. En echt zoveel zin in. Maar gewoon zin in je set of ook zin om al die DJ's die daar zijn met z'n allen te chillen en te doen? Nou, vorig jaar had ik geen tijd om met die andere DJ's echt te hangen, omdat ik gelijk door moest naar een ander festival. Maar dit jaar heb ik wel wat meer tijd. We komen volgens mij vanuit Finland, gaan we door naar Tomorrowland gelijk. Dus dan heb ik daar tijd om te hangen, dus zin in. We hebben Sandro Silva in de studio en we kunnen natuurlijk heel lang met hem doorpraten hoe het dan met hem gaat. Maar ik denk dat het nog leuker is om gewoon te gaan luisteren hoe het met je gaat.